Misschien hebben jullie het al gezien, misschien ook niet. In ieder geval, de boxers gaan weg in Brawl Stars en er komt een Omega Box. Dat was al een beetje aangekondigd in de vorige Brawl Talk, maar nu hebben ze het nog verder aangekondigd. Als je naar het nieuws gaat hierzo, dan zie je er ook al wat over, namelijk hier. How to get the Omega Box. Ja, dat is op zich wel nice, want wat het inhoudt, op het moment dat er 4 biljoen brawlers zijn gekild in Brawl Stars, gaan we een Omega Box Daryl skin krijgen. Maar bij de 3 biljoen krijgen we al een Omega Box, bij de 2 biljoen Omega Box pin en bij de 300 miljoen krijgen we ook een Omega Box. Nu denken jullie, dat is ziek veel, dat gaat nooit lukken. Nou, ik heb gehoord van mensen binnen Brawl Stars dat dat best wel een reëel doel is. Dat is best wel haalbaar. Zoveel wordt Brawl Stars dus nog steeds gespeeld dat er gewoon 4 biljoen kills moeten gepleegd worden. In hoeveel tijd? Volgens mij echt in 12 dagen of zo. Dus echt niet normaal veel. Ja, of voordat de update uitkomt. In ieder geval, dat is waarschijnlijk haalbaar. En dan kunnen we een Omega Box krijgen. Maar ja, omdat de boxes dus uiteindelijk weggaan, heb ik nu iets speciaals. Namelijk een doosopening. Ja, ik dacht, weet je wat? We gaan gewoon een doosopening doen. Nu het nog kan. En binnenkort dus met de Omega Box. Ik ben heel benieuwd wat het precies inhoudt. Ik zag er wel wat over in de video. Gaan we het zo meteen over hebben. Ik heb wat beelden van die video heb ik even gedownload. Dan kunnen we zo meteen even over hebben. En dan denk ik een beetje wat een Omega Box gaat inhouden. Maar dat zien we zo meteen. Eerst wil ik jullie vragen om dat duimpje omhoog achter te laten. 2000 likes zou top zijn. En vergeet ook niet te abonneren en op dat belletje te drukken. Dan blijf je op de hoogte van al mijn video's. En dat is net zo mooi. En gebruik natuurlijk die code BOUS. En dan zal ik meteen even een giveaway bekendmaken. Als jij de code BOUS hebt ingevuld, stuur even een screenshotje naar mij. Want ik mag namelijk 10 van jullie, je hoort het goed, 10 van jullie 5 megadozen weggeven. En 5 megadozen, dat is ongeveer 400 edelstenen. Dat is dus ongeveer 25 euro wat ik 10 keer mag weggeven. Dus dat is 250 euro aan megadozen die ik mag weggeven. Dus wat jij moet doen om kans te maken, de code BOUS invullen, een screenshotje naar mij sturen als bewijs via Insta of via TikTok. Via zoiets kan je het sturen. En dan vervolgens stuur ik dan 10 van jullie een code waarmee je die megadozen kan claimen. Dus dat is toch wel echt nice. Oh ja, en wat ze ook hebben gedaan, onder alle creators van Brawl Stars die deze giveaway mogen doen, zitten in totaal 5 codes. Dus je hebt 5 codes in totaal met 200 megadozen. Die zijn random geselecteerd. Ik weet niet welke code is, jullie weten het niet, maar de makers van Brawl Stars alleen. In ieder geval, de kans bestaat dus dat je in plaats 5 megadozen in totaal 200 megadozen krijgt. Nou, met 200 megadozen, dan ben je gewoon bijna meteen klaar met Brawl Stars. Hoeveel is dat eigenlijk qua edelstenen? Dat is 16.000 edelstenen. Dat is echt gewoon bijna 1000 euro aan megadozen wat je dan kan winnen. Maar die kans is dus vrij klein dat je dat krijgt. Maar die kans is wel aanwezig. Dat is echt extreem ziek. Ja, dat is echt niet normaal. Maar laten we nu maar lekker beginnen met deze video. Dus dit was de giveaway. En dan gaan we nu even kijken naar wat ze lieten zien in de Brawl Talk. En waarvan ik denk wat een Omega Box gaat inhouden. Je ziet op de achtergrond namelijk wat knokkers. En je ziet daarboven zie je een aantal punten die je moet hebben. Er staat bijvoorbeeld hier bij Jackie stond 430 en bij Brock stond er 160. Ik denk dat je uit de nieuwe Omega Doos gewoon krachtpunten kan krijgen. Gadgets, sterkrachten en knokkers. Ik denk dat je dat ook nog steeds kan krijgen. Ik denk dat dat hetzelfde blijft. Ik denk wat verandert, wat nieuw gaat zijn, dat is wat ik denk. Ik weet niet of dat echt zo is. Maar dat er speciale punten bij gaan zitten waarmee je knokkers kan kopen. Dus bijvoorbeeld een rare en super rare. Die zijn dan nog niet extreem duur. Maar ik denk dat je een legendarische skin ook kan kopen met die punten. Dus als jij gewoon genoeg en lang genoeg dozen open, kan je vanzelf knokkers zelf kopen die je chill vindt spelen. Dus dat is wel echt nice. Alleen ben ik wel heel benieuwd hoe duur een legendarische dan gaat kosten. Maar dit zijn allemaal speculaties. Ik weet niet of dit echt daadwerkelijk zo gaat gebeuren. Maar ja, daar komen we natuurlijk binnenkort achter als de update echt uit gaat komen. Dus dat gaat mooi worden. Maar ik zou even wat edelstenen erbij kopen. Want nu voor deze opening gaan we natuurlijk mooi wat megadozen openen. En ik zit op een account waarin ik nog lang niet alle knokkers heb. Maar dat heb ik expres gedaan, zodat we meer kans hebben om knokkers te krijgen. Bijvoorbeeld, ik heb nog wat epische die ik kan krijgen. Mythische, legendarische en chromatische. Dus ik verwacht wel dat we één gaan krijgen. En we gaan deze 3 aanbiedingen kopen. Dus in totaal hebben we dan 20 megadozen. Dus dat is ook al wel nice. Maar dan moet ik eerst wat edelstenen erbij kopen.
Dus dat gaan we natuurlijk doen met de code BOOS. Ja, vul hem dus in en stuur een bewijsje. En dan maak je dus kans op een van die megadozen prijzen. Maar 5 megadozen, dat is toch ook wel nice hoor, om gratis te krijgen. Ja, sowieso. Ik kan er ook voor kiezen om ze alle 10 de code zelf te houden. Maar dat doe ik niet. Ik geef ze alle 10 weg. Omdat ik toch zelf genoeg al vaak genoeg dozen open. Vind ik het wel net zo eerlijk om jullie dit allemaal te geven. Maar we beginnen klein. We krijgen gewoon 1 megadoos. En dan eens kijken wat we hieruit gaan krijgen. 5 resterende items. Oké, dan hebben we geen gadget of sterrenkracht. Dus dat is jammer. Maar hey, we hebben nog meer. En we kunnen trouwens eventueel nog knokkers upgraden. Zullen we dat doen? Ah, weet je wat? Ik ga gewoon alle knokkers even upgraden. Dan kunnen we misschien nog wat extra items krijgen. Zal wel leuk zijn. Het nadeel is wel dat je soms blij wordt gemaakt met helemaal niks. Maar ik zie dat ik bijvoorbeeld van Daryl sowieso nog een gadget kan krijgen. Dus de kans is aanwezig dat ik nog gadgets of sterrenkracht ga krijgen. Gus kan ik niet verder upgraden naar Bibi kan. Maar Frank die kunnen we naar 7 upgraden. Dus kunnen we daar gadgets van krijgen. Edgar, ja, dat heeft ook niet zoveel nut verder. Ja, we gaan er in ieder geval alles bij langs. Ik zie jullie zo meteen als dat is gebeurd. En dan gaan we de rest van de dozen openen. Oké, alle knokkers zijn nu geüpgraded. Dan kunnen we nu verder gaan met het openen van dozen. We krijgen er nu 4, wat natuurlijk ook al nice is. Maar daarna hebben we er 15. En dat gaat natuurlijk helemaal mooi worden. Ik verwacht wel 1 of 2 nieuwe knokkers uit 20 megadozen. Dat moet toch haast wel. En ik open deze aanbiedingen trouwens niet op mijn hoofdaccount. Omdat ik op mijn hoofdaccount geen knokkers of gadgets of sterkrachten meer kan krijgen. Dan is het openen van dozen gewoon net wat minder leuk. Dus met die nieuwe update met die Omega-boxen. Het is nice, maar voor op mijn hoofdaccount heb ik er eigenlijk niks aan. Dat is eigenlijk wel vrij bizar. Ja. Maar ja, als ik denk wat het inhoudt en als dat ook daadwerkelijk zo is. Of je moet misschien skins kunnen kopen met die punten ook. Dat zou ook een leuk idee zijn. Nou ja, we zien het wel. Ik kan wel allemaal dingen zeggen, maar misschien gaat dat helemaal niet gebeuren. We hebben nu in ieder geval 6 resterende items. Dus de eerste item die ik in deze video kan krijgen. En dit is uit doos nummer 5 volgens mij alweer. Dus dat heeft wel even geduurd. Maar is het de knokker? Is het een gadget? Of is het een sterkracht? We gaan er nu achter komen in 3 seconden. 3, 2, 1. En het is een knokker. Het is Amber. We hebben weer een legendarische knokker. In de laatste doosopening ooit krijgen we gewoon een legendarische knokker. En dat is wel nice. Want legendarische knokkers, jullie weten het, zijn de allermoeilijkste knokkers om te krijgen. Chromatische knokkers zijn ook moeilijk, maar alleen als ze net uitkomen. Na elk seizoen worden ze minder zeldzaam. Tot episch. Dan zijn ze zeldzaamheid episch. Maar legendarische heb je dat nooit. Die blijven altijd even zeldzaam. Dus dit is wel heel nice. Dat we een legendarische knokker krijgen hier op dit account. Dit is wel nice. Oké, dat betekent dat we nog 15 dozen te gaan hebben. En deze video is nu al geslaagd. Dus het kan alleen nog maar beter. Maar ja, we gaan kijken wat we nu nog kunnen krijgen uit deze 15 megadozen. Maar nog 1 knokker erbij. Maakt niet uit wat voor zeldzaamheid die heeft. Dan ben ik al helemaal tevreden. En we hebben nu 6 resterende items. Dus het zou misschien nu al kunnen gaan gebeuren. We gaan het zien in 3 seconden. 3, 2, 1. En het is nu een gadget. Oké. Het kan ook niet altijd feest zijn. Nou ja, het is nu al eigenlijk feest omdat we legendarisch hebben gekregen. Maar ja, een gadget een keertje is ook wel prima. Ja, toch wel leuk meegenomen natuurlijk. Even niets anders dan een knokker. Maar we hebben weer 6 resterende items. Zal het weer een gadget zijn of nu sterkracht? Of een knokker. Als het nu trouwens een sterrenkracht is, dan heb ik alles al gekregen. Dan heb ik gadget gekregen, sterrenkracht en een knokker. Maar het is een knokker, het is Max. Oké, we hebben nu een legendarische gekregen. En een mythische. In hoeveel dozen tijd? Nog geen 10 dozen tijd. Dat is toch echt extreem ziek. Dit is echt bizar voor mazzel. Oké, dit gaat heel nice worden, deze opening. Het is nu al nice, maar het kan alleen nog maar beter. Eigenlijk zou het nog mooi zijn als we nog een chromatische kunnen krijgen. Dan hebben we de 3 zeldzaamste soorten knokkers in 1 video gekregen. Maar Max, welkom in de club, jongen. Dat is toch even leuk meegenomen. We krijgen nu 5 resterende items. Het zou ook bizar zijn als we gewoon meteen weer een knokker zouden krijgen. Weer 5 resterende items. En volgende, weer 5 resterende items. Nou ja, dan ga ik er gewoon even lekker snel doorheen. Want dan krijg je alleen maar krachtpunten. En krachtpunten, voor sommige knokkers is het chill. Dan kan je die weer upgraden. Maar voor mij, op dit moment, op dit account, boeit dat niet zoveel. Want ik wil gewoon knokkers krijgen. Dat is gewoon het leuke aan dozen openen. Maar ja, we krijgen nu weer 5 resterende items. Ik denk dat we niet zo heel veel dozen meer te gaan hebben. Maar gelukkig hebben we nu weer 6 resterende items. Dus dat betekent dat we weer een knokker, gadget of sterkracht kunnen krijgen. Als we nu weer een knokker krijgen, ik word helemaal gek. Ja. Oh, dat zou mooi zijn. Voor extra geluk ga ik hem openen met mijn neus.
En dan ben ik benieuwd of het gaat helpen. Nee, geen extra geluk. We krijgen de gadget van Bee. Op zich wel een chille gadget. Ik vind dit wel de beste gadget van Bee. Dus in dat opzicht wel chill meegenomen. Maar ja, zoals ik al zei, op dit account wil ik het liefst gewoon alleen maar crockets krijgen. Ja, dat vind ik het chillste. 5 versterende items weer. Ik denk dat we nu wel ongeveer richting het eind gaan van deze aanbieding. En we hebben nu 1 resterende item. Oh, dan krijgen we krachtpunten voor een knokker naar keuze. Die kunnen we wel inzetten op Shelly. Want volgens mij had ik Shelly al bijna maximaal level op dit account. Dat is wel ziek. Op zo'n account gewoon maximaal level. Ja, hier. Shelly kan ik inderdaad upgraden. Oh, bijna. Nog minder dan 100 krachtpunten. En ik heb Shelly gewoon maximaal level. Maar dit was het. Deze aanbieding. We hebben dus een legendarische knokker gekregen. Namelijk Amber. Wat heel ziek is. En we hebben Max gekregen. Nou, dat is toch echt extreem lijp. Ja. En Shelly kunnen we dus bijna upgraden. We kunnen natuurlijk ook een uitrusting kopen. We doen wel sneller in bosjes. Die is wel nice. Ik heb toch genoeg coins hier op deze. En dan hebben we rank level 2. Bijna maximaal level. Ja. Echt heel ziek. Maar doe dus mee met de giveaway. Vul de code BOUS in. Stuur een foto met bewijs naar mij. En dan maak je kans op 5 megadozen. Natuurlijk leuk meegenomen. En voor de rest, binnenkort gaan we dus meer video's maken over die Omega Boxen. Ik ben heel benieuwd wat die precies inhouden. Maar dan was dit het. En dan heb ik tenslotte nog mening te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later bazen. Als jij nou onmiddellijk hebt genoten van deze video, dan vind je de video die hier komt te staan waarschijnlijk ook wel leuk. Dus dan kan je die nog even checken. En druk hierop, dan kan je abonneren en blijf je op de hoogte van al mijn video's. En nog één laatste iets. En dat is het allerlaatste van deze video. Check BOUS.nl voor de BOUS Army kleding. Hoi.